puinruimen voor AVROTROS. Na een weekend van bijna volledige radiostilte rondom de moeizame eerste optredens van Mia en Dion is er eindelijk een reactie vanuit de omroep. We kiezen voor het liedje. Ook dit jaar hebben we voor het beste liedje gekozen. En er zaten twee jonge artiesten bij, twee jonge talenten bij. De eerste keer dat we samenwerkten en dat we elkaar leerden kennen was toen we dit liedje gingen opnemen. Ja. Alleen dit jaar zien we dat die stap naar het grote podium veel groter is dan de voorgaande jaren waarin we met jong talent hebben gewerkt. En daar zijn we nu keihard mee aan het werk. Mia en Dion hebben nu twee keer opgetreden. We hebben ze expres laten oefenen en we hebben gezien dat het nog niet goed gaat. We weten nu wat er aan schort, dat heeft heel Nederland kunnen zien. Het creatieve team wat al tijden bezig is, gaat nu verder juist op die punten om die zang goed te krijgen. Er is veel terechte kritiek. We weten wat ze kunnen. En we zijn ze intensief aan het begeleiden. En we hebben geloof in ze. Nou, na heel dat lang live, niks. Dat is net het probleem, hè? Ja. Waar ze het over zingen. Ja. En goodbye als waarschijnlijk. Maar even, want gisteren hebben we zo geprobeerd om iemand te spreken te krijgen, lukte het niet. Nee, gisteren vandaag, leek dit is best heel wat. Ja, gisteren leek de zondagsrust in Nederland weer te zijn ingevoerd. Want van Cornel Maas tot Duncan Lawrence tot deze baas van AVROTROS, Erik van Staden. Niemand wilde gisteren voor onze camera verschijnen. En dat heeft voor de nodige irritaties gezorgd, omdat wij het er niet bij laten zitten. Maar daar gaan we het zo nog over hebben. En gisteravond hebben we onze meningen niet onder stoel of banken gestoken. Want het gaat natuurlijk inderdaad niet echt goed. En Erik heeft goede hoop dat het over 3 weken staat als een huis in Liverpool. Maar er zijn mensen in het muziekvak die daar gereden twijfels over hebben en houden. Omdat ze denken van ja, als die mensen niet kunnen zingen, dat gaan ze in 3 weken ook niet leren. En dat ze heel goed kunnen zingen, dat zal wel. Maar bewijs daarvan ontbreekt ten ene male. Dat hebben we echt nog nooit gehoord. En dat ze heel goed samen kunnen zingen, dat is ook iets wat natuurlijk. Dat kan ook niet, want zij heeft de afgelopen maanden in Los Angeles gezeten, waar ze woont en waar ze nogal afgeeft op Nederland af en toe. Dat moet ze allemaal zelf weten. Maar ja, dat zorgt natuurlijk niet voor een band met haar zangpartner, met wie ze straks voor 200 miljoen mensen staat te zingen. Nee. En ja, het is mooi dat er nu reacties loskomen. Ook van Cornel Maas, die zich gisteren helemaal onbetuigd liet. Want ja, wij hebben een echt heel vaak gebeld gisteren om een reactie van hem los te krijgen. En vandaag zegt hij, net toen de boel net een beetje gezust was met AVROTROS, van nou, onaangekondigd stond er zo nieuws bij me op de stoep en dat is een stap te ver. Nou, dat was bepaald niet onaangekondigd. Sterker nog, ik dacht dat hij ons zou verwijten vandaag dat we hem gestolkt hebben. Maar hij zegt juist dat we onaangekondigd op de stoep stonden. Nou, dus dat zorgde voor wat ergernissen gisteren. Dat is allemaal weer een beetje gezust. Want gisteren werd zelfs gedreigd om ons helemaal uit te sluiten van het gebeuren in Liverpool. Nou, zo heten wordt de soep dus niet opgediend. Maar ja, het is een pijnlijk verhaal tot nu toe. Want in november is besloten dit liedje uit te zenden. Toen kregen we te horen dat het de beste keuze was. En dat moeten we van Cornald in zijn reactie die hij vandaag geeft dan maar geloven dat dat zo is. Want andere liedjes hebben we helemaal nooit gehoord. En ik sluit ook niet uit dat dat voor het laatst is dit jaar. Want je hoort toch wel een of andere movement op gang komen dat mensen toch weer een finale, halve finale willen. En ja, niet dat rare commissietje wat dan elk jaar maar zegt van dat is het beste wat we ingezonden hebben gezien. En dat wordt het. Ja, ik wil zo graag nog één ding kwijt over Cornel. Dat vind je het enig, hoor. Dat je om 17:30 er nog een tweet uitgooit dat wij gisteren met cameraploegen voor de deur hebben gestaan bij hem en bij Sander Lantinga thuis. Dat is absoluut niet het geval geweest. Ik wil het daarin toch eventjes voor onze redactie opnemen. Er is inderdaad iemand met een handcamera gaan aanbellen en heeft keurig gevraagd, we kunnen jullie allemaal niet bereiken. Zou je een reactie willen geven? Nou, daarop was het antwoord nee. En die mensen zijn gewoon, of die man, de verslaggever, is gewoon daarop weer vertrokken. Dus het maakt er niet zo'n zootje van om 17:30 vanmiddag nog, terwijl wij net on speaking terms zijn en afspraken met elkaar maken met AVROTROS, dat we dit in de toekomst beter kunnen doen. Maar inderdaad, wij zijn een nieuwsprogramma. Het was het gesprek van de dag gisteren. En dan probeer je op alle mogelijke manieren een
een reactie los te krijgen bij de verantwoordelijken. En dat is Cornald in dit geval. Nou, die reactie heeft hij vandaag alsnog gegeven. Hij zegt dus, het is een flinke klus om deze jonge talenten zover te krijgen. Hij zegt, wij hebben het beste liedje uitgekozen. Daarna is het een creatieve team wat hen moet klaarstomen voor het grote gebeuren. En ja, dat is dan voornamelijk Duncan Lawrence kennelijk waar ze op leunen. Want ja, die staat zelf ook niet al te stevig in zijn schoenen altijd. Maar hij is de aangewezen persoon om ervoor te zorgen dat Dion en Mia straks geen flater slaan. En ja, dat is dus een fikse uitdaging die iedereen nog wacht. En die heeft vandaag ook uiteindelijk iets van zich. Duncan heeft vandaag uiteindelijk ook gereageerd en heeft gezegd dat ze er heel hard aan werken en dat het allemaal goed komt. Ik had het idee dat het een volledig ingefluisterd statement was. Maar goed, het was in elk geval een statement. En ja, weet je, dat er veel werk aan de winkel is, dat is een ding wat zeker is. Maar ik denk dat Duncan ook nog veel meer ander werk aan zijn, op zijn bordje heeft op dit moment. Want er komt en een nieuwe single uit. En hij gaat in de pauze zingen van het hele Eurovisie Songfestival. Dus ik denk dat hij zich daar veel meer mee bezighoudt dan met de ondersteuning van het duo. Nou, vandaag was hij er heel druk mee. Kijk maar even wat hij er zelf over zegt. We zijn vandaag aan het repeteren met Mia en Dion. Het gaat supergoed. In de afgelopen weken zijn er een aantal dingen voorgevallen. Daar zijn we heel erg van op de hoogte. We gaan ons uiterste best doen om alles op alles te zetten om dit allemaal in goede banen te leiden. Zodat Mia en Dion zo relaxed mogelijk op het podium daar staan en echt gaan shinen. We hebben de beste mensen verzameld en het blijft gewoon een intens traject waar ze in zitten. Ik weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn, maar ik heb zoveel vertrouwen in Dion en Mia. Het gaat helemaal goed komen dadelijk in Liverpool en we hebben er ontzettend veel zin in. Nou, dit filmpje laten we op 16 mei nog een keer zien als we de uitslag weten. En dan weten we of hij gelijk heeft en of het inderdaad lukt. Dus Cornald zegt eigenlijk, ik heb er verder helemaal niks meer mee te maken. Duncan moet het nu gaan fixen. Ja. Dat zegt Sander Lantinga overigens ook. Die zegt, we hebben het liedje uitgekozen en het is nu aan Duncan om de boel bij te staan. Nee, zo is dat natuurlijk niet. Dat is natuurlijk... Dat is cool. Dat is natuurlijk onzin. Nee, natuurlijk niet. Nee. Het is in dit geval aantoonbaar onzin, omdat de mensen die het liedje meegeschreven hebben, de twee vocalisten, overigens ook Duncan en de vriend van Duncan en nog iemand anders, zijn ook de mensen die het uiteindelijk op het podium brengen. En als we nou, zeg maar, volgens de letter van de wet volgen wat Cornald Maas ons vertelt, die zegt dus van, wij zitten in een kamer, we krijgen liedjes te horen in een vorm en daar beslissen we van, nou, dat is het dan. Maar ja, dan laat je dus aan de creatieve afdeling over. Dus een deur verder. En die zegt, nou, vind het een gek liedje, maar wij maken er een hardrockversie van of een rapversie van. Het gaat natuurlijk ook eventjes om het arrangement en de vorm van het liedje. Ja. En als dan de ene het ook heeft geschreven en het ook gaat uitvoeren, lijkt me dat je dan uiteindelijk ook wel een beetje wil weten van hoe gaat het dan daadwerkelijk klinken. Want ze waren van tevoren, in andere statements heb ik gelezen, we waren volledig overtuigd van de zangkwaliteiten van deze mensen. En ik wil nog één klein puntje van kritiek aanhalen. Ik hoor net dat zij deze twee optredens hebben benaderd eigenlijk als een soort try-out, een test, een oefening. Er staat bij, als je langs Utrecht rijdt, voor mij is het de A2, staat een heel groot gebouw, dat is van Amco Flashlight. Dat is een bedrijf die zorgt eigenlijk voor alle speakers en lampjes bij festivals en ook in Ahoy en noem maar op. Daar zit zelfs een repetitieruimte in. Als een band, laat ik even iemand nemen die ik echt hoog heb zitten. Bluff. Ja. Daar staat een frontman, die kan echt zingen. Zijn we het erover eens? Die kan echt zingen. Als hij op tournee gaat met zijn band, als die band op tournee gaat, of ze doen een grote show, dan gaan ze daar 2 dagen staan te oefenen. Ja, zelfs Bluff en dan kan doet je dat. Oefenen met... Dan staat er alsof je op het podium staat. Ja. Voor 200 met de in-ears, met de geluid, met alles erop en eraan. En dan kan je in alle rust 2 volledige dagen... Ik heb er zelf ook heel vaak gestaan met een orkest. En dan doe je de deur gewoon dicht en dat klinkt fantastisch. En dan kan het nummer even stoppen. Jongens, ho, hier gaat even iets mis. Dat doe je natuurlijk niet in Barcelona en in Amsterdam op een podium. Madrid, ja. Maar mag ik nou eens wat zeggen? Madrid, wat ik nou gewoon niet gehoord heb, is... Even terug naar het begin. Heeft die commissie deze twee mensen nou gewoon gehoord? Net Tuurlijk. Zoals bij sollicitatie. Hallo, wij zijn Pietje en Marietje. Wij gaan hier, wij pakken een microfoon en wij gaan voor je zingen. Oh, jullie kunnen zingen, dan kunnen jullie het deurtje verder. En daar gaan ze het arrangement wat jij allemaal zegt. Ja. Gewoon even heel simpel terug naar het begin. Ik hoor gewoon niet dat ze op die manier gewoon gezien hebben. Net zoals bij een
The Voice of weet ik veel, ja. Noem maar wat. Nee, maar dat blijft, ik kijk even naar jou, dat blijft ook een beetje schimmig, toch? Ja. Dat nou is misschien ja, het haalt vanavond over... het 8-uur-journaal. De Nederlandse Songfestival Act, omdat die zo slecht is dit jaar. Dat alle voortekenen zo beroerd zijn. Nou, dat is echt uniek, dat kan ja. me echt niet herinneren. En Cornel Maas was destijds anti-Sieneke, maar Sieneke die stond niet voor schut die avond. Nee. Het is gewoon een goede zangeres. En dat is hier gewoon niet het geval. En als hij ze dat in 3 weken wil gaan leren, succes, jongen. Ja, maar ik vind ook als je met z'n tweeën, voor het eerst met z'n tweeën moet zingen en voor op zo'n groot podium, dan zijn die 2 dagen die bluff ervoor neemt niet genoeg om dit gelijk te krijgen en om dit in tune te krijgen. Want ze kunnen lullen wat ze willen over de in-ears en noem maar op, maar dat, je hebt ze daar liggen. Ja. Maar dat zijn gewoon diezelfde mensen maken in-ears. Die zijn beter dan welk geluidssysteem ook die je in je oren krijgt. Nou, ik mag toch hopen dat zij die ook hebben. Want jij hebt de afgelopen dagen mee zitten kijken, mee zitten luisteren. Je hebt ze niet voor niks meegenomen. Ja, dit leg zijn... eens even uit. Nou, wat, ik moet ze wat laten liggen, want dan komen ze goed in beeld. Dit zijn dus die beroemde in-ears. En hoe dat werkt is, dan wordt een soort spul in je oor gespoten, een soort schuim. Dat wordt hard, dat wordt eruit gehaald. Dit is dus, rechts is rood. Dit is dus de binnenkant van mijn oor. Je ziet dat ze heel diep in mijn gehoor gaan. En daar zit dus een tweewegsysteem in. Er zit een basspiekertje in en een hoge en een middentonenspiekertje. Daardoor klinkt de muziek in mijn oor fantastisch. Als ik ze ook indoe, hoor ik bijna niks meer, vandaar ook de term in-ear, van de buitenomgeving. Dit is overigens gedaan voor Stevie Wonder. Rond 1970 kwamen ze erachter dat het voor hem heel fijn is dat het geluid altijd goed is. Want ja, hij zit natuurlijk door zijn visuele beperking graag stil. Maar toch was er nog veel om hem heen. Dus toen hebben ze dit bedacht. En de voordelen zijn, je hoort de buitenwereld niet meer. Je kan heel zachtjes de muziek opzetten. Het hoeft niet meer zo hard. Je kan een perfecte mix maken. En dus je gaat soundchecken en dan zeg je tegen de mensen die... Dus je hebt iemand die in het podium staat, dat heet de front of house. Die staat altijd mooi te mixen. Die zien we bij elk optreden altijd op het veld staan. En je hebt aan de zijkant de monitor mixen. En die mixt precies wat jij als vocalist wil horen. Ja. Dus als jij zegt, ik wil die hele band niet horen, alleen de pianist, dat vind ik fijn, dan doet hij dat. Ja, dus ze kunnen elkaar dan ook horen? Ja, want je kan zelfs tegenwoordig, heb je een klein mengpaneeltje staan en dan kan je ook... Maar dit... Als je mensen, de monitors, de schuld geeft, dat is zo flauw. Dat is zo flauw. Ja, maar het is sowieso, ik vind sowieso iedereen de schuld geven, behalve zelf het boetekleed aantrekken. Nou, ik vond dat er gisteren ook een beetje doorsloeg in ons medelijden naar die 2 sterren, hoor. Dat is, ze zijn zo jong en ze zijn zo onervaren. Ja, ze gaan er zelfs, ze zijn geen 12. Het is... Nee, maar het ging mij er in ieder geval om dat ik het gisteren echt pijnlijk vond om te zien. Dat natuurlijk krijgen ze kritiek, want het gaat niet goed en ze doen het niet goed. Punt. Ja. Maar al die andere mensen die daar omheen staan, die hadden wel publiekelijk ook kunnen opstaan en zeggen, oké, geef dan al die shit maar aan ons allemaal. Ja, ik heb dit heel vaak meegemaakt bij grote producties. Ik heb opgetreden met orkesten dat we met 58 man op een podium stonden. En dan daar is gewoon een protocol van. Dat begint gewoon heel klein. Je gaat niet op zaterdagavond een kwartier voor de uitvoering zeggen van, god, wat spelen we eigenlijk? Nee, dit is net als dit zijn huiswerk maken. Van tevoren. Ja. En er is natuurlijk ook een budget voor. Maar de Avro Tros zegt ook tegen iemand, luister eens, we hebben hier, weet ik veel, 500.000 voor. Aan wie gaan we het uitgeven en hoe doen we dat? Ja. Maar hoe nu verder? Hoe nu verder? Nou, dat hebben we aan muziekproducent Edwin van Hoevelaak gevraagd. Die heeft er gisteren al iets over gezegd, maar nog eens even heel goed nagedacht. En vandaag kwam hij met deze ultieme oplossing. Ik heb hier even als voorbeeld bekende zangeres Lana Wolf. Die heeft het even voorgedaan wat zou kunnen. Kijk, als je die erbij zet bij het stukje in Amsterdam waar het zo eigenlijk zo misging. En dan ondersteun je dit erbij, dan krijg je dit. I'm sorry, I'm just human. Verdoezel je natuurlijk een klein beetje die noten. Plus dat hij kan intoneren, hè? Hij kan de toon horen van de zangeressen. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn om daar op dat stuk een koor bij te zetten.
Ik roep het al dagen. Ineens weet ik het, ik word zanger. Maar ik heb het gewoon hier ook gezegd bij de toppers... dat ik Ingrid Simons, die gewoon mijn stem zong... en die dubbelde ik gewoon. Dat kon het nooit fout gaan. Maar Sherma Rouse, When You Need Her, Jodie Piper, alles. Die mensen doen niet anders dan mensen ondersteunen... bij dit soort grote evenementen. Maar hebben zij een manager? Ik denk Duncan Lawrence. Oh. Ja. Ik wil even toch terug naar het filmpje van Edwin. Dat is echt een producer die de hele dag niks anders doet dan muziek maken. En in deze scene, waar ik deel van uitmaak... zitten wij echt met stijgende verbazing naar dit proces te kijken. Omdat, ik leg net het principe van in-ears uit... dus je zou gewoon kunnen bedenken dat er iemand anders... bij het beste team die deze mensen nu begeleidt... ook tot die conclusie komt. Die gewoon zegt, luister eens, volgens mij heb je gewoon een idee... Hè, om te pitchen op de toon van het liedje. Ja. Dus wat we gaan doen, voordat je iets hoort... zetten wij vast een pianootje voor je neer. Dan leggen we dat gewoon in en dan kan je gewoon... daar moet ik die zitten. Die moet ik hebben, ja. Dat is geen rocket science. Nee, maar wat is er mis met drie achtergrondzangers? Ik ben blij van. Wat is er mis met drie achtergrondzangers? Dat kan niet meer, denk ik. Jawel. Achtergrondzangers. De band, je zou de act kunnen aanpassen daarop. Maar goed, dat was hetzelfde verhaal. Kort, dat is hetzelfde verhaal. Als ik dan naar de act kijk... dan zie ik twee mensen die onervaren zijn. En die worden dan op een podium van, 20, 30 meter... wordt de een links neergegooid en één rechts en loopt maar naar elkaar. Ja, maar ik mag toch al dit was geloof ik nog niet de act. Volgens mij... Nee, daar moet nog een regisseur aan te pas komen. Maar dan zou ik zeggen, als je er niet zeker van bent... kruip bij elkaar. Dus, ja, nee, dat zou ik eens. Lachen, maar die ouders gisteren, die zei... ze staan nog verder uit elkaar dan ik en Simon op het laatst. Ja. Daarmee sluiten we af. Wij hebben geconcludeerd, Kort is erachter... Misschien ook gewoon het nog een vet koor. Ik word wel een beetje vrolijk. Jij krijgt weer hoop. En ik hoop dat ze zelf luisteren. En dat en ze misschien denken, moeten we ze ook wat meer zien. Ja. En dat we wat warme gevoelens voor die mensen krijgen. Want die ontbreken totaal.